We staan hier met Anneke de Vries van woonzorgcentrum Het Dijkhuis in Battum. En Anneke heeft een step voor deze enorme lange gang waar we in staan. Anneke, vertel eens, hoe komt het zo dat die steps er zijn gekomen? Want ik heb begrepen dat dat jouw idee was. Ja, dat klopt. Ik vond die gangen namelijk nogal erg lang. Mm-hmm. En ik heb toen gevraagd of er misschien een step kon komen. Mm-hmm. Dat scheelt enorm in de tijd. Je hebt vaak, je zit hier alleen in de nachtdienst. En ja, soms heb je wel eens bellen vanuit deze aanleunwoningen. En soms 3, 4 keer op een nacht. Maar bovendien heb je ook bellen vanuit het huis zelf. Dus ja, had ik zoiets van, een step zou wel een optie zijn. Ja, hè? Maar dat, ik begreep dat er ook meerdere van deze gangen zijn, hè, in dit ja, ook beneden. Ja. Beneden heb je ook van die lange gangen. Dus ik vond het ideaal. En maandag heb ik dus, was deze step er dus. En ik heb er meteen gebruik van gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind het ideaal. Ik vind het super. Ja, want het is vooral bedoeld om tijdwinst te boeken als je van de ene naar de andere plek moet. Ja, ja, je hebt natuurlijk wel je belsysteem. En mensen kunnen bellen en je kunt antwoorden. Maar soms verstaan mensen jou niet. Of jij hoort zelf de mensen niet goed. En dan ben je toch bang dat er iemand is gevallen. En dan wil je er zo snel mogelijk heen. En als je dan hier bent en je moet dat allemaal lopend doen, dan kost het allemaal tijd. Dus ik vond een step vond ik wel een hele goede optie. Ja, en is het idee spontaan ingediend? Of was er is er een soort ideeënbus hier in het huis? Of, nee, ik heb gewoon, ik heb het wel eens zo tijdens de koffie of zo even met een collega's erover gehad. En nou, sommigen die vonden het eigenlijk ook wel een goed idee, sommigen weer iets minder. Maar ik denk, nou, ik leg toch eens eventjes een briefje bij Helma neer. En kijken wat er van komt. Ja, en Helma is de directeur? Nee, dat is Ton Koot. Helma, dat is de zorgmanager. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb.